Yo, ik ben David van Quick Boys. Ik ben op Valken. En omdat er geen YouTube is van Valken, heb ik de rest meegenomen. Hey, yo. Nou, ik ben hier ook bij Valken 68. Deze gast is zijn shirt vergeten. Ik ben Bo van Rijnsburg, samen met mijn grote vriend Stan. Ja. En waar zijn jullie outfits eigenlijk precies? Ja, die hebben wij nog niet gekregen. Ik heb alleen een shirt meegenomen en hij is alles vergeten. Dus ja, dat houdt het op. Ja. Wat gaan we hier vandaag doen, jongens? Weten jullie dat? We gaan het doek ontvullen. Het doek? Ja. Wat voor doek? Respect in het voetbal. Ik denk dat is belangrijk. Ja, dat moet toch gebeuren, het respect in het voetbal. Daar moet echt naar gekeken worden. Wat vind jij ervan, David? Ja, ik vind het ook, moet ook gebeuren. Respect in voetbal. Dankjewel. Oh, wat zijn jullie? Een bitterkoekje en een sushi, een beetje lekker. Ja, heel lekker. Lekker, ja. Het geldt niet alleen op het veld, ook naast het veld. Want we kennen allemaal de situaties dat ouders zich gaan bemoeien met wedstrijden. En dan is het heel duidelijk om te zeggen van jongens, dit zijn hier de regels. En als je het niet ziet, dan ga je maar ergens anders staan. En ik steun dit van harte. Wij steunen dit van harte vanuit het college, vanuit de gemeenteraad. Want we willen die helderheid. En we willen voor iedereen dat hij op een leuke manier kan sporten en met plezier naar de voetbal toe gaat. Waarom een spandoek? Nou, omdat je dan met elkaar ernaar kan wijzen en kan lezen. Weet je? Dus eigenlijk hoor je het allemaal gewoon uit je hoofd kennen. Maar als je hier dan komt en dan komt iemand van een andere voetbalclub, dan kan je zeggen van dit zijn hier de regels. En als je hier komt spelen, dan houden we ons aan die regels. En ook misschien de ouders van die voetballers die hier komen spelen. Tegen jullie, de Quick Boys, die hier met dan kan je zeggen, dit zijn hier de regels. Zo doen we dat. Ik heb ook nog een vraag. Wat vind je tot nu toe van het respect in het voetbal? Dat je het nu gaat. Ik vind dat er heel veel dingen goed gaan. En ik zie natuurlijk heel veel jongens en meisjes die met heel veel plezier voetballen. En ook volwassenen die met heel veel plezier voetballen. Maar ik zie ook af en toe dingen fout gaan. En dan is het goed om met elkaar regels te hebben en te zeggen van daar gaan we op handhaven. En als je daar niet aan houdt, dan pakken we je daar ook op aan. Ja, dit was de video. Bedankt voor het kijken. We hebben het spandoek onthuld met z'n allen. Like en subscribe voor meer van deze video's. En tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Doei. Doei.